NEC tegen Achilles, Nijmegen tegen Groesbeek, de Goffert tegen de Heikant. Slechts 10 kilometer van elkaar, maar een wereld van verschil. Drie spelers van Achilles kennen de weg wel in de Goffert. Rutger Worm is een kind van NEC. Hij besliste ooit de derby tegen Vitesse. En nu speelt hij voor de eerste keer in zijn carrière tegen NEC. Ja, speciaal. Het voelt alsof ik nooit ben weg geweest en alsof het de dag van gisteren was. Dus wat dat betreft heb ik heel erg veel zin in. Voor Twan Smits wordt het ook een apart weerzien. Hij was werkzaam als accountmanager bij NEC, maar door de degradatie verloor hij zijn baan. Het was wel een hele aparte ervaring en ik had het liever niet gehad. Maar goed, ik wist het eigenlijk wel van tevoren. En er was veel over gesproken en ik heb geen wraakgevoelens of zo. Ik heb geen rotgevoelens naar NEC toe. Thijs Hendricks is momenteel de sterspeler bij Achilles. Maar ooit was hij een jeugdig talent bij NEC. En onder in beeld vraagt Thijs Hendricks nadrukkelijk om de bal. En hij maakt zijn eerste doelpunt in zijn betaald voetbalcarrière. Gewoon een hele mooie tijd gehad, ook de selectie gehaald dan. En helaas niet echt doorgebroken. Maar het blijft een speciaal gevoel, zeker omdat ik zelf Nijmegenaar ben ook. In Nijmegen hebben ze hele andere zorgen, namelijk van financiële aard. De club heeft zelfs moeite om de salarissen op tijd uit te betalen. Je hebt gewoon je geld gehad, hè? Dus... ja, ik kan leuke cadeautjes kopen voor de kerst. Nee, maar wij moeten gewoon zorgen dat we kampioen worden. En dan zullen de paniek sowieso al een stuk minder zijn als je weer kan promoveren naar de Eredivisie. Dit blijft Achilles morgen in ieder geval bespaard. NEC-aanvaller Alireza Jahanbakhsh is er door een schorsing niet bij.